Misschien is het handig om eerst iets over mezelf te vertellen. Ik ben dus Brenda en ik werk al 11 jaar in het Midden-Oosten. Ik ben begonnen in Egypte, waar ik eigenlijk alle protesten heb gecoverd vanaf 2011. De Arabische lente, dus dat de president werd afgezet en dat er weer een nieuwe president kwam en die werd ook weer afgezet. Dus dat is een beetje hoe ik daar mee begonnen ben. Op een gegeven moment ben ik naar Irak getrokken, want ik had een vriendin daar wonen, een Koerdische vriendin. Dus ik was in het noorden van Irak, in Iraks-Koerdistan. En toen ben ik daar verslag over gaan doen. Ik heb bijvoorbeeld ook onderzoek gedaan naar vrouwen die zich bij IS hebben aangesloten. Maar ook over vluchtelingen. En dus mijn laatste project over de genocide op de Yazidis. En daar heb ik ook een boek over geschreven. En daar gaan we het vandaag over hebben. Want een van de belangrijkste dingen die IS heeft gedaan tegen de Yazidis is dus de slavernij. Wat is er precies gebeurd? Ik begin altijd op deze dag, want dit is een hele belangrijke dag, 2014, want dat is dus de dag dat IS, de Yazidis, aanviel in Sinjar. En het eerste is nogal een technisch ingewikkeld verhaal, want het gaat over de veiligheidstroepen daar zo. Op dat moment waren er dus heel veel mensen aanwezig die verantwoordelijk waren voor de veiligheid in dat gebied. Yazidis wonen in Sinjar, dat is een berggebied. En de Koerden die hadden gewoon de verantwoordelijkheid daar voor de veiligheid. Niemand weet precies waarom ze toen vertrokken zijn, maar het feit is wel dat de volgende dag was opeens iedereen weg. Alle politieagenten, alle legermensen die in het leger dienen. En dus de Yazidis werden die ochtend wakker en IS stond bij wijze van spreken in hun achtertuin. Nou, wat er toen gebeurde, mensen raakten in paniek. Ik weet niet of jullie iets van de geschiedenis van IS weten in dat gebied, want een paar weken daarvoor had IS het kalifaat uitgeroepen in het Midden-Oosten. Dus grote delen van Syrië en Irak kregen zij in handen. En dus de Yazidis die wisten gewoon al van ja, dit is foute boel. Maar ja, op dat moment, die 3 augustus dus, zijn heel veel mensen toen naar de berg toe gevlucht. En dat was ook het enige moment, denk ik, dat de Yazidis heel veel aandacht hebben gekregen in het Westen. Want dit is echt een iconische foto. En het was ook op de NOS en zo, op al die nieuwswebsites. Nou, we wisten eigenlijk op dat moment nog niet precies wat er aan de hand was, maar al snel zal blijken dat beneden, dus de mensen die dus gevangen werden, die niet naar de berg konden vluchten of niet naar Iraks-Koerdistan konden vluchten, dat ze dus gevangen werden genomen en meegenomen werden naar het kalifaat. Hun mannen en hun oudere zoons, maar ook de oudere vrouwen, die werden vermoord en in massagraven gedumpt. Even naar de volgende hoor. Nou, het is misschien wel belangrijk om even te vertellen wie de Yazidis zijn. Want de Yazidis zijn dus een etnisch-religieuze gemeenschap geconcentreerd in het noorden van Irak. En zij wonen dus in een gebied, ik had het net al over de Koerden die daar verantwoordelijk waren voor de veiligheid. In principe is Irak opgedeeld uit 2 landen, zou ik maar zeggen. Nou ja, een land en een regio. Je hebt Irak en dan heb je de Koerdische autonome regio. En waar de Yazidis wonen, dat is in de provincie Nineveh. En de provincie Nineveh, dat is betwist. Dus de Irakezen die menen er recht op te hebben en de Koerden die menen er recht op te hebben. Kun je aanwijzen? Ja, ik ga dat aanwijzen, want dat is niet zo heel erg duidelijk. Dit is dan waar de Yazidis wonen. Hier zit Syrië. Hier is Raqqa, dat was de hoofdstad van het kalifaat. Nou, dit is dan de rest van Irak. En dit is de hele Koerdische provincie. Ja. Dus dit gebied is in principe betwist. En dat was ook een van de redenen waarom IS daar dus zo makkelijk eigenlijk vrij spel had. Omdat die Koerden dus op het laatste moment vertrokken zijn. Omdat ze in principe dit gebied hadden te verdedigen hier. Want dat is hun hoofdstad en dat was heel belangrijk voor ze. Even terug naar de Yazidis. Want ze worden dus al eeuwenlang vervolgd. Een van de laatste grote aanvallen, dat was dan door Al-Qaeda bijvoorbeeld, voordat deze aanval begon. Dat was ergens in 2007 en er zijn toen 800 mensen zijn er omgekomen. 2 explosieve trucks die reden zo de dorpen in, ja, bliezen zichzelf op. En er is eigenlijk altijd heel erg weinig aandacht voor geweest. Terwijl dat wel heel lang op 11 september na de grootste aanslag ooit was. De meeste, wat ik net al zei, wonen dus in het noorden van Irak, 600.000 in de provincie Nineveh. Op een gegeven moment, na de genocide, zijn bijna al deze mensen, afgezien van 90.000, die zijn allemaal naar Iraks-Koerdistan getrokken, daar zo.
En tot de dag van vandaag zijn ze ook niet teruggekeerd. Nou, wereldwijd zijn ze met ongeveer 1 miljoen tot 1,5 miljoen. En door al die genocides die de plaats hebben gevonden, waaronder dus van, door Al-Qaeda, maar ook door bijvoorbeeld de Ottomanen heel lang geleden, zijn er ook grote gemeenschappen in bijvoorbeeld Armenië en Duitsland, Syrië. Nou, dit is wel altijd een van mijn favoriete stukjes, want dat gaat over het geloof van de Yazidis. En het is echt een heel erg bijzonder geloof. Wat ik al zei, ze zien zichzelf echt als een etnisch-religieuze gemeenschap, dus echt als een volk. Ze leggen ook al veel nadruk op bepaalde rituelen die ik heel bijzonder vind. Bijvoorbeeld het doen van wensen. En hier achter me zie je dus Lalesh, dat is het heiligdom van de Yazidis. En ik ben heel vaak geweest. Je kan daar bijvoorbeeld dingetjes in het water gooien en dan mag je een wens doen en zo. En ze geloven heel erg in de spirituele kracht van de natuur. Dus de bomen mogen ook bijvoorbeeld niet gekapt worden in Lalesh, behalve 3 dagen per jaar. En dan gaat de geestelijk leider, dat is dan de Baba Sheikh, die gaat dan persoonlijk al die bomen langs om te kijken welke dus gered moet worden. Nou, in principe je ziet, ze zeggen zelf altijd dat zij het oudste geloof op aarde zijn. En dat kan ook wel kloppen, want later zijn er dus heel veel elementen van andere geloven bijgekomen. Bijvoorbeeld van het soefisme, maar ook uit het hindoeïsme. Zo geloven ze bijvoorbeeld in reïncarnatie. Dus je ziet, denken dat je iedere keer, dat je eigenlijk als je sterft, dan kom je iedere keer weer terug op aarde. Maar dan bijvoorbeeld als een beter mens of als juist een rat. Als je heel slecht bent geweest in je leven, net zolang dat je ziel eigenlijk perfect is en naar de hemel gaat. Nou, dit zijn allemaal regels die zijn ingesteld door Sheikh Adi. Dat was dus een Soefi-geleerde. En het verhaal gaat dus dat hij in de 12e eeuw vanuit Libanon naar Irak is getrokken, omdat hij een ingeving kreeg. Hij moest de Yazidis gaan leiden. En dat heeft hij toen ook gedaan. En hij heeft dus allerlei van dit soort regels ingesteld, waaronder ook een kastenstelsel. En nu moeten jullie weten, de Yazidis die mogen niet met andere mensen trouwen. Je moet echt 2 Yazidi-ouders hebben om Yazidi te zijn. En het wordt nog ingewikkelder, want ze mogen ook niet buiten hun eigen kasten trouwen. Je hebt 3 kasten binnen het Yazidisme. Dat zijn de Peers, de Sheikhs en de Murids. En ja, daar zijn ze heel erg streng in, ook in Europa. En je kunt zich misschien wel voorstellen dat dat heel lastig is, want er zijn heel veel Yazidis gevlucht. En ja, als je maar een paar duizend Yazidis in dat land hebt, met wie ga je dan trouwen? Ze bidden richting de zon. Dat doen ze dus zo. Sorry. En wat ik al net zei, ze geloven ook in wensen. Nou, Yazidis geloven daarnaast in 1 god en in 7 aartsengelen, waarvan de belangrijkste Taus Melek is. Dat is deze. Sorry. Ik moet even wennen aan deze microfoon. Maar dat is dus de pauwengel. En dat is eigenlijk ook de belangrijkste reden waarom de Yazidis zijn aangevallen door IS. Want de pauwengel, zij zien hem als een soort van manager van de aarde. Een soort van alter ego van God, maar het is niet God, want ze geloven ook in God. Het is nogal een ingewikkeld verhaal. Maar hij is dus de leider van de 7 aartsengelen. En hoe is hij dat geworden? Omdat hij op een gegeven moment werd aan al die engelen gevraagd om te bidden voor Adam. En toen zei eigenlijk de pauwengel van, dat ga ik niet doen. Want ik buig alleen maar voor God en niet voor een mens. En God die vond dat zo mooi dat hij hem eigenlijk tot leider van de aartsengelen heeft gemaakt. Maar, dit verhaal, het komt ook voor in het christendom en binnen de islam. Dat viel dus niet helemaal goed bij moslims daar zo. En dan heb ik het met name over extremistische moslims zoals IS. Want zij zien namelijk de pauwengel als Iblis. Omdat het veel overeenkomsten vertoont. Want die weigerde ook te knielen voor Adam. En die werd als straf verbannen naar de hel. Dus dat is eigenlijk de reden waarom IS ze duivelsaanbidders noemde en geen mensen van het boek of ongelovigen. En dit moest een filmpje zijn, alleen doet hij het niet. we gaan het zo over heftige dingen hebben. Dus ik dacht van, ik zet er even een leuk filmpje tussen van die ik gemaakt heb in Iraakse Koerdistan in een dorp Ganke. En dat was op het Bazit Festival. Dit is de traditionele Koerdische / Yazidische dans. En ze hebben heel veel van dit soort festivals. Bazit is dan een van de heiligen binnen het Yazidisme.
misschien wel leuk om te vertellen dat heel veel Yazidis ook eigenlijk helemaal niet zoveel afweten van hun eigen geloof. Dus toen ik laatst tegen een vriend van mij, aan een vriend van mij vroeg, dat was toevallig ook op dat festival, van ja, waar staat meneer Bazi nou eigenlijk voor? Toen zei hij, weet ik het, we gaan gewoon feesten, want we hebben zoveel heiligen. Nou, dit is het genocideverdrag van de Verenigde Naties. En eigenlijk alles wat de Yazidis heeft aangedaan, dat valt hieronder. Met één uitzondering, namelijk IS heeft ook voor gezorgd dat vrouwen zwanger werden. Zwanger uit verkrachting. En dit was eigenlijk ook een manier om de Yazidische cultuur en geschiedenis eigenlijk helemaal uit te wissen. Want ze wisten namelijk dat je dus, om een Yazidi te zijn, je twee Yazidi-ouders moest hebben. En die kinderen worden dan ook niet geaccepteerd door de gemeenschap. Nou, wat ik net al zei, eigenlijk was IS, alles wat zij de Yazidis aandeden, dat was voorbedacht. Dat was met voorbedacht raden. Het had één doel, namelijk de Yazidis uitwissen. En de slavernij valt daar ook onder. Ja. Gaan we het nu hebben over de slavernij. Zoals ik net al zei, van toen IS de Yazidis aanviel, toen hebben ze de mannen vermoord, de oudere vrouwen vermoord en de jongens vermoord. De vrouwen en kinderen die ze wel te pakken konden krijgen, die werden met bussen werden ze naar het kalifaat vervoerd. In het begin, want er was een heel logistiek plan was daar opgezet, dus ze hebben de Yazidis verzameld in bepaalde dorpen, bijvoorbeeld ondergebracht in een school. Ik weet niet of een van jullie ooit van Nadia Murad heeft gehoord, dat is de Nobelprijswinnares voor de vrede van 2018. En zij komt dus uit een dorp, Kotjol, wat eigenlijk het meest geleden heeft onder de genocide. Want daar werden echt alle mannen, het gaat om 500 tot 1000 mannen, er wordt niet echt veel onderzoek nog naar gedaan, die werden allemaal vermoord. En alle vrouwen daar, die werden meegenomen naar het kalifaat en daar verkocht op slavenmarkten, net als de kinderen. Nou ja, wat gebeurde er op een gegeven moment in dat kalifaat? IS die heeft dan allemaal eigendomspapieren opgesteld. Met name uiterlijke kenmerken. Ja, en toen begon de verkoop. Dus die vrouwen werden vanaf die punten, bepaalde plekken in Irak en Syrië, bijvoorbeeld een gevangenis in Mosul, of een huis ergens in Raqqa, die werden dan vervolgens doorvervoerd, eigenlijk over dat hele kalifaat. De mannen die de eerste keuze hadden, dat waren de mensen die hadden meegevochten in Sinjar. Dus degene die die operatie geslaagd hadden gemaakt in hun ogen. En vervolgens werden als eerste de jongste meisjes werden verkocht. Dus die werden eigenlijk in die grote gevangenissen waar al die Yazidis zaten met hun kinderen en alles, die werden bij hun moeders weggerukt en vervolgens verkocht aan IS-strijders. En dat ging om meisjes vanaf 8 jaar. In het begin, ging het eigenlijk alleen maar om de vrijgezelle dames. Dus dames die niet getrouwd waren. Dus wat zag je op een gegeven moment in die gevangenis dat er gebeurde? Al die jonge meiden die gingen bijvoorbeeld familieleden of kennissen, gingen zijn kinderen aan ze vragen. Ze maakten zich ook heel erg vies, zodat IS-strijders ze niet zouden uitkiezen. Maar wat ik al zei, op een gegeven moment waren al die vrouwen en kinderen, meisjes dus al op. En toen zijn ze ook begonnen aan de getrouwde vrouwen. En ja, dat ging soms voor immense bedragen, bijvoorbeeld 10.000 euro. Maar het kan ook zijn dat iemand gewoon, omdat ze eigenlijk al te oud waren, volgens IS-strijders, gewoon weggegeven werd. Of door middel van een loterij, dat iemand er dan mee mocht nemen. Ja, nou, ik had het net al over Nadia Murad. Ik heb deze twee verhalen uitgekozen, omdat het heel erg laat zien dat dat er eigenlijk verschillende soorten slavernij waren. Van vrouwen heb ik het nu over. Want bijvoorbeeld Nadia Murad, dat was een vrijgezelle dame, een jonge meid. En die ging van man naar man. Dus die werd constant doorverkocht. En op een gegeven moment was zij opstandig. En toen kreeg ze straf. Toen werd ze in een checkpoint geplaatst. Waar mannen dus gebruik van haar mochten maken. Dat gebeurde heel vaak bij dat soort meiden. Als u daar geïnteresseerd in bent, kunt u ook dat haar boek lezen. Het is een heel heftig boek, maar het is wel ook heel erg mooi en inspirerend hoe ze daar uiteindelijk uit is gekomen en daar strijd van heeft gemaakt. Want op dit moment is Nadia echt wel de meest bekende vrouwenactiviste, denk ik, uit het Midden-Oosten. Een ander verhaal, dat is Turco. Dit is de enige foto helaas die ik had met mij samen. Dat is dus een vrouw die met al haar kinderen werd verkocht. En
Sommige vrouwen die werden dus samen met hun kinderen verkocht aan bijvoorbeeld een IS-strijder die echt een soort van vrouw zocht. Het was nog steeds verkrachting natuurlijk, maar het was wel iets beter dan wat bijvoorbeeld Nadia Murad heeft meegemaakt. Ook omdat die vrouwen soms wel de kans hadden dat ze, ja, heel veel van die IS-strijders gingen natuurlijk op een gegeven moment dood. En dat was bij Turco ook zo. En omdat zij had heel erg hard de islam had bestudeerd en dat soort dingen. En omdat ze al een tijdje getrouwd was met die man, kreeg zij dus papieren waarin stond dat ze zich vrij mocht bewegen in het kalifaat. En dat is uiteindelijk haar redding geweest, want zo kon ze dus ontsnappen. Voor de vrouw is over het algemeen heel erg veel aandacht geweest. Voor de kinderen daarentegen niet zo heel erg veel. Daarom heb ik het ook uitgelicht, want de kinderen die tot slaaf werden gemaakt, die werden bijvoorbeeld naar het front gestuurd. Dit is ook de jongen die op de cover van mijn boek staat. Hij is dus een van de kindsoldaten van IS. Wat heeft IS precies gedaan? Op een gegeven moment hadden ze natuurlijk al die vrouwen en kinderen. En zoals ik al zei, ze hadden aan iedereen gedacht. Zo mochten de allerjongste kinderen die mochten bij hun moeder blijven. Maar jongens, zoals Marsdal, tussen de, laten we zeggen, pakweg 8 jaar en 14 jaar, die werden bij hun moeders weggerukt en die werden vervolgens in kindertrainingskampen geplaatst, waar ze opgeleid werden tot strijder. En dat ging er natuurlijk heel erg heftig aan toe. Allemaal jongens daar zo, die dag en nacht eigenlijk geïndoctrineerd werden met een gewelddadige ideologie van IS. Moesten vechten, gedwongen. Deze jongen heeft bijvoorbeeld ook gedwongen moeten vechten. En dat wilde hij eigenlijk niet. Maar wat IS toen deed, dan stopte hij gewoon drugs in zijn eten. En hij zei toen ook tegen mij van, ja, als ik op dat moment, ook al hadden ze me gevraagd om mezelf levend in brand te steken, dan had ik het nog gedaan. Dit is dus allemaal, dit kwam heel vaak voor. Ik denk dat er iets van honderden jongens dit hebben meegemaakt. Marcel wist uiteindelijk ook te ontsnappen. Omdat hij dus bevriend werd met een kind van een buitenlandse IS-strijder. En toen heeft hij ervoor gezorgd dat die jongen hem zijn telefoon leende. En toen heeft hij contact gelegd met zijn familieleden in Iraakse Koerdistan. De andere kinderen die werden bijvoorbeeld gebruikt voor zelfmoordmissies. Dit zijn twee jongetjes, twee broertjes, Amjad en Assad. En zij werden dus ook, zoals ik al zei, van hun familieleden gescheiden en in zo'n kindertrainingskamp geplaatst. Maar soms pikte IS er ook jongens uit die ze wilden gebruiken om een boodschap ook af te geven aan de rest van de gemeenschap. Van, kijk, dit zijn jullie jongens. Dit is wat we nu met ze doen. Dat hebben ze ook bij deze jongens gedaan. Zij werden gedwongen om ook in een explosieve truck te rijden en zichzelf op te blazen. En IS daar heeft daar toen een video van uitgebracht. Het is heel moeilijk om te zien of deze jongens daar dan toch op een bepaalde manier geïndoctrineerd zijn of gebrainwashed. Want ik kan mij ook voorstellen, ik heb bijvoorbeeld met zijn familie heb ik gesproken. En hij zei toen ook van, ja, dat was hun broer trouwens. Die zei toen ook tegen mij van, ja, ik kan mij wel voorstellen dat ze gewoon gedacht hebben van, laat ik het maar doen, want dan ben ik weg uit deze hel. Dus ja, het is heel moeilijk om erachter te komen in hoeverre dan die jongens echt dat deden omdat ze gebrainwashed waren. Ja, dan hebben we ook nog de jongste kinderen. Ook daar is heel weinig aandacht voor geweest. Want het hoeft niet per se te betekenen dat een meisje van 8 als seksslaaf, vindt altijd een beetje een naar woord, werd verkocht. Het kan ook zijn dat ze bijvoorbeeld als bediende werd verkocht. Dat gebeurde ook heel vaak in het kalifaat. En je had eigenlijk verschillende, hoe noem je dat? Ik ben even kwijt wat ik wil zeggen. Sommige kinderen die werden bijvoorbeeld dan gekocht door een kinderloze familie. Dat was bij dat eerste jongetje het geval, bij alle twee. Een van hen werd dus gekocht door een gezin dat eigenlijk nooit kinderen had kunnen krijgen. Dus door ouders die dat heel graag wilden. En IS die had dus die kinderen in bepaalde weeshuizen geplaatst. Dus dan kon je ook gewoon een kind kopen. En dat vond IS natuurlijk goed, omdat zij zoiets hadden van, ja, dan breiden wij ons uit. Want zo zagen zij dat. En andere kinderen die werden dus gewoon verkocht als bedienden. En dat is dat jongetje aan die kant. Het wrange is wel dat je naast hem zie je zijn oom,
na zijn bevrijding. En dat is dus ook weer de broer van deze twee jongetjes. Je ziet heel vaak dat dat wat betreft de genocide en de slavernij, dat het binnen bepaalde families, dat heel veel aspecten daarin terugkomen. Je ziet, ze hebben hele grote gezinnen over het algemeen. Dus dan zie je bijvoorbeeld, zoals in het geval van die man Ismaël, dat zijn neefje dus verkocht werd als een soort van bediende. Zijn zussen werden verkocht echt als seksslaaf. En dat zijn broers en zijn vader en zijn moeder werden vermoord. Dus eigenlijk komen dan al die aspecten van die genocide en van die slavernij dan in één familie samen. Ja, en dat zie je ook bij deze mannen, want er zijn ook heel veel mannen die op dat moment toevallig niet thuis waren. Die dan bijvoorbeeld ergens anders aan het werk waren. En toen IS de Yazidis aanviel, toen hebben ze dus eigenlijk iedereen die ze te pakken konden krijgen, die hebben ze meegenomen. Dat waren dus ook de gezinnen van deze twee mannen. Dat is trouwens ook wel echt een hartverscheurend verhaal, want deze man bijvoorbeeld, die was toevallig wel thuis, maar die dacht dat hij zijn gezin in veiligheid bracht. Dus hij heeft ze naar de berg gestuurd, naar de berg Sinjar. Maar op dat moment had IS een van de wegen al afgesloten. En toen zijn ze regelrecht in een hinderlaag gelopen. Dus dat soort verhalen kom je tegen. Inmiddels heeft deze man twee van zijn kinderen terug. En die andere man heeft één dochter terug van alle meiden. En het wrange is dat, want ik vroeg ze ook ooit van, heb je enig idee wat er met je kinderen is gebeurd? En toen zeiden ze ook van, ik weet gewoon dat IS ze nu verkoopt als slaven. En dat ging dan echt om meisjes van een jaar of 12. Nou, dit is heel erg in het nieuws tegenwoordig. Dat duurde heel lang, want ik heb niet echt het idee dat daar al die tijd aandacht voor is geweest over echt de betrokkenheid van IS-vrouwen bij misdaden. Van de mannen weten we het over het algemeen wel, maar wat heel weinig mensen weten is dat IS-vrouwen ook betrokken waren bij de slavernij vaak. En ik weet niet in hoeverre dat Nederlanders waren. Ik heb wel wat verhalen gehoord, maar daar kan ik verder niet echt heel veel over zeggen. Maar ik weet wel dat in het algemeen IS-vrouwen echt gebruikt werden voor bepaalde klussen. En dat komt natuurlijk omdat het kalifaat, dat was streng islamitisch. Dus het was een heel erg een gescheiden samenleving voor mannen en vrouwen. Dus die vrouwen die werden bijvoorbeeld ingezet om de make-up van de Yazidis te doen, om hun haar te doen, om ordinaire kleding te geven, om ze te bewaken in de huizen en dergelijke. En er schijnen ook bepaalde vrouwen te zijn, madams, die dan echt een hele hoge functie hadden binnen die slavernij. Kort geleden is er eentje in Amerika bijvoorbeeld, is de rechtszaak daartegen gestart. Dat kan je misschien niet heel erg goed voorstellen, maar ze hebben ook geholpen bij de verkrachtingen. Dus door echt gewoon vrouwen op te sluiten en dat hun man dan in die kamer mocht en dergelijke. Vaak waren ze ook jaloers op de Yazidis. Dit is wat ik van de Yazidi vrouwen heb gehoord, omdat ze me dat vertelden. Ze waren er soms zelfs jaloers op dat hun man dan een slaaf kocht. Ja, mishandeling, verwaarlozing, dat geldt ook voor hun kinderen. IS-vrouwen, die hebben ze ook vaak wel gepest. Bijvoorbeeld dat ze dan die kinderen net stiften gaven, waardoor die kinderen bijvoorbeeld op de muren gingen kleuren en dat die vrouw dan afgeranseld werd daarna. Sommige IS-vrouwen die kochten zelf een huisslaaf. Bijvoorbeeld om het hele huishouden te doen. Ik heb ooit van een vrouw gehoord dat zij de hele boel moest verhuizen, net zolang dat ze gewoon in elkaar stortte. Ze kregen ook vaak niet heel veel te eten, waardoor ze dus heel erg verzwakt raakten. En gewoon verwaarloosd en mishandeld. Maar dan heb je altijd weer een verhaal dat dan eigenlijk het tegendeel bewijst. En dat gaat dan over Samantha El-Hassani. Want zij heeft dus 3 Yazidis gekocht op een slavenmarkt. En ik heb 2 van ze gesproken. Die 2. Dat is een meisje van de jaar of 19 nu inmiddels en een jongetje wat gewoon nog heel jong was. En zij zeggen allebei dat Samantha ze gekocht heeft om ze te redden. Alleen, ze kon ze niet redden van haar eigen echtgenoot. Want die echtgenoot die heeft dus 2 van deze meiden verkracht. En Samantha die heeft geprobeerd zich daartegen te verzetten. Die heeft op de deur gebonkt en dergelijke. Maar die man die wilde eigenlijk daar niks van weten, want hij vond dat zijn recht was in het kalifaat. Want dat was gewoon wet van IS, dat mocht allemaal. Nu vragen jullie je misschien af waarom ze dat dan gedaan heeft. Zoals ik al zei, naar eigen zeggen om ze te redden. Samantha die had op een gegeven moment gehoord
dat het dus een slavenmarkt was. En ze vond het zielig. Dus ze dacht van, ik ga met al mijn geld wat ik nog heb, ga ik slaven kopen. Om ze te redden dus. En dat heeft ze uiteindelijk gedaan. Samantha is vervolgens is ze ontsnapt samen met Sohad en dat jongetje dus, die twee. Volgens mij ook dat andere meisje, maar dat weet ik niet, want ik heb haar niet gesproken, dus ik kan dat niet verifiëren. En toen zijn ze uiteindelijk in Syrisch Koerdistan beland, dus bij de Koerden. Dus nadat dat kalifaat, toen de oorlog tegen IS al volop bezig was. Toen heeft vervolgens Amerika, die heeft haar opgehaald en kort geleden is ze berecht. Voor terrorisme, niet voor slavernij. Want dat is wel een beetje het probleem. Dat op de dag van vandaag zijn er nog maar heel weinig berecht voor genocide, voor slavernij. En dat heeft alles te maken met eigenlijk het feit dat wij bijvoorbeeld in Nederland, wij weten niet echt wat IS daar gedaan heeft. En als ik alleen al zie hoe weinig er eigenlijk bekend is over de genocide, dan vraag ik me af en hoe weinig mensen echt de moeite nemen om helemaal naar die kampen te gaan om die getuigen te interviewen. Dan vraag ik me dus af of de politie dat wel doet überhaupt. Maar ja, dus dat is het. In Europa is er weinig bewijs voor de gepleegde misdaden. Dan heb je ook nog eens te maken met de lage straffen. Ik heb ooit tegen een van die mannen die dus zijn hele gezin is kwijtgeraakt, heb ik verteld over hoe dat in Nederland dan aan toe ging als ze dan terugkomen, wat voor straf ze krijgen. En toen had ik het over Jago R. Dat is dan een IS-strijder die bij Verstek is veroordeeld tot 6 jaar. En ik had dat eigenlijk niet moeten zeggen toen hij mij dat vroeg, want ik zag hem voor mijn ogen, zag ik hem echt breken. Hij zei van ja, zij krijgen 6 jaar en wij krijgen levenslang. Dus dat is echt hartverscheurend. Ik ga even terug naar Irak, want daar worden IS-strijders dus wel berecht. Dus heb jij als IS-strijder of als vrouw eigenlijk de pech om daar toevallig gevangen te worden genomen? Inmiddels is het kalifaat is al helemaal is weg, dus dat is geen optie meer dat dat nu nog kan gebeuren. Maar stel dat dat toen gebeurde, dan werd je eigenlijk gewoon automatisch veroordeeld voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. En daar staan hele forse straffen op, levenslang of zelfs de doodstraf. Maar dat geeft gek genoeg de Yazidis ook niet echt gerechtigheid. Want de Yazidis willen gewoon dat mensen worden berecht voor de misdaden die tegen hun zijn gepleegd. Dus de slavernij, verkrachtingen, genocide. En dat gebeurt tot op de dag van vandaag eigenlijk niet in Irak. Want de rechters ik ben er een keertje geweest, het zijn massarechtszaken. Dus in 15 minuten wordt dan dat hele verhaal gedaan, wordt iemand beschuldigd van iets. Dan mag diegene even reageren door middel van een advocaat of wat dan ook. En ja, dan wordt er eigenlijk al direct een vonnis uitgesproken. En dat gaat zo heel de tijd achter elkaar. In Syrië is het eigenlijk niet heel veel beter, want daar gebeurt niks. Jullie zullen vast wel van het El Hol-kamp hebben gehoord. Dat is dan het gevangenkamp waar alle IS-strijders en hun vrouwen naartoe zijn gegaan toen het laatste bolwerk viel. En dat was dan een heel klein dorpje, dat heette Baghouz. En toen dat eenmaal gevallen is, zijn al die vrouwen en kinderen en die mannen dus allemaal daar naartoe gegaan. Waar ze tot de dag van vandaag eigenlijk zitten en niemand weet wat met ze moet gebeuren. Ik weet wel dat Nederland maakt tegenwoordig wel wat actiever. Tenminste, ze halen ze nu wat actiever op. Maar er zijn inmiddels ook alweer heel veel mensen ontsnapt. En het gaat hier alleen maar om de mannen, niet om de vrouwen bedoel ik, niet om de mannen. Ja, waarom kunnen ze niet in Syrië berecht worden? Ja, dat is ook weer een beetje een ingewikkeld verhaal. Dat heeft namelijk mee te maken dat toen de oorlog in Syrië begon, toen hebben de Koerden in Syrië die hebben dat gebied overgenomen. En die hebben daar vervolgens een soort van zelfbestuur ingesteld. Maar ja, dat wordt eigenlijk door geen enkel land erkend. Dus die Koerden hebben zoiets van, ja, kom alsjeblieft jullie strijders ophalen, want wij kunnen ook verder niks. Ik denk dat als wij, wat nooit gaat gebeuren, want Turkije die heeft het er niet zo op, maar stel dat we dat gebied zouden erkennen, dan heb je ook wel een grote kans dat ze misschien daar berecht zouden kunnen worden. Maar dat is dus niet aan de orde op dit moment. In Europa worden ook over het algemeen mensen niet berecht voor genocide en slavernij, zoals ik net al zei. Maar toevallig is er wel voortgang geboekt de laatste jaren. En dan heb ik het met name over Duitsland. Er zijn dus een aantal vrouwen geweest daar zo, en ook mannen, die dus slaven hebben gehad. Een van ze, dat is echt een heel erg bizar verhaal eigenlijk, want die werd dus door een taxichauffeur vervoerd en dat bleek iemand van de geheime diensten zijn. Dus een van die IS-vrouwen die was in
Die is toen vervolgens het kalifaat ontvlucht en teruggekeerd naar Duitsland. En toen heeft ze dus ergens onderweg, zat ze met een taxichauffeur. En toen vertelde ze dat ze een slaaf had. Een klein meisje. En dat bleek iemand van de geheime dienst te zijn. Dus Yazidis, die hebben toen heel erg... er zijn verschillende Yazidische organisaties. Die hebben toen allemaal bewijs verzameld en zo samengewerkt met de autoriteiten. En voor het eerst is dus toen een vrouw berecht voor slavernij. En dat meisje is overleden. Ze had haar op een stoel gezet buiten. In de hitte. Het was iets van 50 graden. En toen is dat meisje overleden. Dus in Duitsland zijn er verschillende van dat soort zaken geweest. Maar het gaat echt om een handjevol. Nou, de huidige situatie. Ja, die is niet heel erg best, om heel eerlijk te zeggen. Er zijn iets van 200 massagraven gevonden. Met daarin de lijken van duizenden oudere vrouwen, mannen en jongens. Ook jongens inderdaad, dus jongens in de puberleeftijd. Wat IS deed, was dat ze dan hun arm moesten optillen. En dan keek IS naar of ze al okselhaar hadden. Was dat zo, dan werden ze net zoals de mannen, werden ze geëxecuteerd. De verwachting is dat er echt iets van, echt tot wel 10.000 mensen misschien zijn vermoord. Alleen er wordt nog niet echt heel veel onderzoek gedaan naar die massagraven. De eerste graven zijn pas net geruimd en de lichamen zijn geïdentificeerd. Dus dat is gewoon iets wat... wat nog wel even duurt. 200.000 Yazidis wonen nog altijd in tentenkampen in Iraks-Koerdistan. Ja, daar hoor je ook helemaal niks over verder in de media. Dat is echt, dat is al zo sinds 2014. En die omstandigheden zijn daar natuurlijk hartstikke slecht. Ik weet niet of u de foto goed kunt zien. Maar dit is gewoon hoe de Yazidis daar wonen. Gewoon in tenten, in een soort van containers. En dan bouwen ze er van alles bij. Eens in de zoveel tijd, dan vliegt er een tent in de fik. Want ze hebben daar van die gasoventjes. En dat is allemaal. En de bedrading is niet goed. Want dan maken ze zelf elektriciteit. Dus de omstandigheden zijn echt zeer slecht daar zo. Ja, en dan vraagt u zich misschien ook af, waarom keren ze niet terug naar Sinjar? Ja, dat gaat niet. Allereerst is alles daar verwoest. Wederopbouw komt bijna niet van de grond. En je hebt daar ook te maken met politieke spanningen. Wat ik al zei, Sinjar is betwist gebied. Dus nu zie je heel erg dat allerlei milities eigenlijk gebruik hebben gemaakt van de situatie. Bijvoorbeeld de PKK, die zit daar nog steeds. Je hebt ook Iraanse milities. Dan heb je ook weer de Koerdische regering. Dan heb je een Irakese leger en zo. En zo gaat dat door. Dus Yazidis hebben zoiets van, ik ben gewoon bang dat het weer gaat gebeuren. Dus wij willen niet terugkeren. Dan heb je ook nog te maken met armoede, discriminatie, weinig toekomstperspectief. Ik weet wel dat ik de laatste keer toen ik in Irak was, en dat was dan in 2019. En ik zat in de taxi en hij vroeg mij van, waar ga je nu heen? Ik wil naar Gank, ik wil naar het Yazidi-kamp. En toen zei hij, Yazidis, dat zijn toch duivelsaanbidders? Dus zelfs binnen gewoon de Koerdische samenleving heerst onder bepaalde mensen nog gewoon de opvatting dat zij duivelsaanbidders zijn. Terwijl de Yazidis helemaal niet in de duivel geloven overigens. Ze geloven niet, ze mogen het woord zelfs niet uitspreken. Zij geloven eigenlijk dat het goede en het slechte in ieder mens aanwezig is. En je moet gewoon het goede pad kiezen. Net zoals de pauwengel dus deed. Dan kom ik uit bij het laatste. Het gaat over de vermiste vrouwen en kinderen. Tot op de dag van vandaag worden nog bijna 3000 vrouwen en kinderen vermist. Waar zijn ze? Er zijn verschillende opties. Allereerst in het El Hol kamp. Heel veel IS-vrouwen die hebben daar nog steeds Yazidis gevangen gehouden. En na al die jaren kan het zijn dat zo iemand lijdt aan Stockholm-syndroom. Maar ook dat hij gewoon zijn achtergrond vergeten is. Als zijn kind nog heel jong is en dan bij zo'n familie wordt geplaatst. Dan na een paar jaar weet je misschien niet meer wie je echte ouders zijn. Dat is een groot probleem. Ook dat heel veel vrouwen kinderen hebben gekregen van IS-strijders. Kinderen van IS-strijders die worden niet geaccepteerd in de Yazidi-gemeenschap. Wat er dan van die vrouw wordt verwacht, is dat zij die kinderen afstaan, naar weeshuizen brengen en dat ze dan terugkeren naar de gemeenschap. Want die vrouwen worden wel gewoon geaccepteerd, alleen hun kinderen niet. En heel veel vrouwen die weigeren dat toch. Want hoewel ze weliswaar kinderen hebben van terroristen, gaan ze wel van die kinderen houden. Toch moederliefde. Een andere optie is dat er dus mensen zijn vervoerd naar het buitenland, bijvoorbeeld naar Turkije. Een tijdje terug werd er een klein Yazidi-kind gevonden in Turkije. Die was dus meegesmokkeld door IS-strijders. Dus dat komt ook vaak voor, dat was het. Ik wilde nog even een korte update geven over Turco. Want zij woont nu in Frankrijk. Dus zij is dus, nadat ze dus jarenlang echt verkocht is op slavenmarkt met haar kinderen,
Dus op een gegeven moment ontsnappen, heeft ze in een tent gewoond een tijdje. En toen is er een jezidi geweest in Frankrijk, die er dus voor gezorgd heeft dat zij naar Frankrijk kon emigreren op basis van een speciaal visum. Dus door middel van een sponsor en dergelijke. En dit zijn de familieleden van de jongen die op de cover van mijn boek staat, Marsdal. En die woonde inmiddels ook in Duitsland. Alleen Marcel niet, want hij werd later bevrijd. En het is nogal moeilijk met gezinshereniging nu. Zijn er nog vragen?